Het is weer tijd voor de kerstboom in huis. Maar hoe kies je nu de perfecte boom? Verschillende grootte, verschillende maten. Je kunt hier van allerlei soorten bomen terecht. Je hebt Nordman, Nobilis, Blauwspar, uh, Amorica, Frazeri. Je hebt zoveel soorten tegenwoordig. Mooie Koreanas. Het is net als dat je licht geeft met uh, van je witte puntjes erop. Groen aan de bovenkant, grijs aan de onderkant. Gewoon de super kwaliteit. En waar komen die kerstbomen nu eigenlijk vandaan? Wij beginnen in mei al te zoeken naar percelen in Denemarken en in Duitsland en hier in Nederland. En dan in, de, in augustus, september, dan gaan we er weer een keertje terugkijken en dan gaan we ze labelen, uitsorteren uit het hele grote veld. En zodoende krijgen we hele mooie bomen binnen. Ja, wat is nu de allerbeste kerstboom die je uit kan kiezen? Ja, de, de beste kerstboom is gewoon de Noordman of de Nobelis. Nobelis is ook een hele mooie boom, lekkere geur. Sterke naald en dat groene wordt ook veel gebruikt in kerststukjes. Dat is gewoon heel sterk. Een kerstboom met kluit of niet? Maakt dat eigenlijk nog iets uit? Nee, voor de kwaliteit maakt het niet uit. Tegenwoordig heb je goede standaards. Als je dan een standaard hebt waar je water in kan doen. In een mum van de tijd staat die boom op zijn plaats. Je hoeft niet te tobben met, met spijkers of houten kruisen. En in die standaard kan je 3 liter water zetten. En dat is gewoon super voor de boom. Op tijd bijvullen met water. Want hij neemt toch, al is dit die gezaagd is, toch nog wel minimaal 2-3 liter water op in de week. Niet meer tobben met zelfgemaakte standaards. Dat is uit de tijd. Nee, 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 die tijd is voorbij. Vooral tegenwoordig met de vloerverwarming en zo. Dat is gewoon een drama voor een boom die droog staat.